Iniesta opent aan de linkerkant van het veld. Tempo gaat omhoog. Gaat er toch nog wat gebeuren in de officiële speeltijd. Torres geeft de bal voor. Iniesta staat buitenspel. Wordt niet voor gevlacht. Fabregas. Dus Iniesta staat nog een keer buitenspel. Het is 100% buitenspel. En hij gaat erin. Spanje gaat hem winnen. Maar het is buitenspel. Het is gewoon buitenspel. Ik wil het wel eens zien in de herhaling. Volgens mij staat hij gewoon twee keer buitenspel. Het is onvoorstelbaar. En Iniesta scoort hier. De Spanjaarden worden gek. En naar mijn idee is het gewoon buitenspel. Het zal toch niet gebeuren dat het echt buitenspel is. De scheidsrechter moet nu naar de grensrechter toe. Het kan toch niet waar zijn dat in zo'n wedstrijd zo'n cruciale fout wordt gemaakt. Het kan toch niet waar zijn. Kom op met die herhaling. Ik wil het zien. Zou er weer een arbitrale blunder worden begaan in zo'n belangrijke wedstrijd? Web zegt dat het absoluut. Dan krijgt ook Matthijs een gele kaart. Het is gewoon buitenspel. Terwijl aan de andere kant net die bal, zegt Matthijs, toch wel heel duidelijk werd aangeraakt. Maar ik wil het zien. Is het buitenspel? Ja of nee? Ook geel voor Matthijssen. Maar ik wil wel eens even zien wat er nou precies gebeurt. Hier is die actie. Kijk, hier staat hij geen buitenspel. Nee, het is absoluut geen buitenspel. Helaas, het is een zuivere goal. Het is een 100% goal. Mijn excuses. Spanje dus op een 1-0 voorsprong. En het is gebeurd. Nederland is heel ver gekomen in dit toernooi. Heeft een prachtig toernooi achter de rug. We kunnen niet anders zeggen. Maar de wereldtitel gaat voor de derde keer aan onze neus voorbij.